NEC staat voor de laatste uitdaging van 2017. Vrijdag moet het elftal van Adrie Bogers aantreden tegen Jong AZ. De afgelopen twee wedstrijden werden niet gewonnen. Hoe kijkt de trainer daarop terug? Ja, gemengd. Kijk, tegen Zwolle, dan weet je dat het lastig wordt. We kwamen natuurlijk al vrij snel achter. En dan heb je eigenlijk nog de mogelijkheid om gelijk te maken. En dat hebben we laten liggen. Ja, dan geef je na de rust eigenlijk heel makkelijk een tweede doelpunt weg. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig. Dus dan zie je ook wel de kwaliteit van Zwolle. Dat wij daar nog niet zo ver in zijn als hun dat zijn. En als je kijkt naar Helmond, hebben we niet geweldig gespeeld. Maar heb je wel de nodige kansen de tweede helft nog gecreëerd. En dan moet je eentje van de 3-4 kansen die je krijgt maken. Maar dan is het niet genoeg. En dan is het gewoon hartstikke zuur dat je daar punten laat liggen. Beide afgelopen tegenstanders waren compleet verschillend. Zijn die wedstrijden ook anders benaderd? Ja, kijk, tegen Helmond hebben we denk ik de tweede helft bijna alleen maar op hun helft gespeeld. En veel vooruit gespeeld. En tegen Zwolle is het... Kom je noodgedwongen ook verder terug te spelen, omdat hun natuurlijk de kwaliteit hebben om daar tussendoor te spelen. En dan is het wel een heel andere wedstrijd. Ja. Tegen Helmond hebben we nog gewoon gewisseld. En tegen Zwolle hebben we dat bewust niet gedaan, omdat we dachten van Atjebar, die kan het volhouden. En daarnaast op de zijkant hadden we alleen nog Jari Schuurman. Nou, die hebben we uiteindelijk op het middenveld gebracht. En voorin hadden we wat dat betreft eigenlijk heel weinig alternatieven nog. De enige dat we hadden kunnen brengen is Sven Braken. Alleen je kijkt ook van waar ligt de kracht van Zwolle en hoe kunnen ze nog pijn doen. En wij hebben een aanvallende middenvelder gebracht in plaats van Kevin Jansen. Om zo nog iets te proberen, alleen is helaas niet gelukt. Ook Gianni Obiekel speelde weer mee voor het eerst sinds september. Is dat een speler voor de Eredivisie? Nee, we hadden wat dat betreft weinig alternatieven. Hè. Breinburg was eigenlijk niet fit genoeg om te starten. Maar had eventueel wel in kunnen vallen, maar... We wilden het risico niet nemen, dus dan kom je bij Janjo uit. En wij zijn gewoon tevreden over Janjo. En vandaar dat we hem ook hebben laten spelen. Jong AZ is de aanstaande tegenstander. Hoe wordt deze wedstrijd voorbereid? Ja, we willen gelijk hun onder druk zetten, want ze kunnen aardig voetballen. Alleen het is vaak voetballen om het voetballen. Dus we moeten dat proberen eruit te halen en vooruit spelen. En zorgen dat we snel kunnen scoren. Dus het zal echt van begin af aan er bovenop moeten. NEC speelt vrijdag een hele belangrijke wedstrijd tegen Jong AZ. Het is de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. En NEC heeft de 3 punten gewoon nodig. Ze hebben de laatste 2-3 wedstrijden in de competitie. Hebben ze 1 verloren, 1 gelijk, 1 gewonnen. Het gaat dus niet heel erg goed de laatste tijd. Mede door een blessuregolf. Maar wil NEC goed de winterstop ingaan en ook de rust binnen de club bewaren. Want het publiek begint alweer te morren, er is weer kritiek. Dan heeft NEC een overwinning nodig tegen Jong AZ. En dan is het winterstop. Kijk, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met een voorbereiding van 7 weken. En in het begin behoorlijk hectisch met spelers die weggingen en nieuwe spelers. Dus wat dat betreft is het mooi om het goed af te sluiten. En dan even weer genieten van de feestdagen. En dan weer een frisse start te maken richting de tweede helft van de competitie. Vrijdagavond, 8:00 in Alkmaar, Jong AZ tegen NEC.